dan gaan we lekker op berenjacht. En het is zulk lekker weer. Veel lekkerder dan voorspeld was. Dus ik heb er echt helemaal zin in. Goedemorgen, het is zaterdagochtend en ik ben al aangekleed. Top, Karamellen, broek Mango en sneaker wedges van Guess. En we zijn even aan het rommelen in huis en ik ga zo oppassen op Shaina. Dus Sarai en Shaina komen hier zo aan naartoe. Ik heb ondertussen de beren telkaart geprint. Die ga ik gelijk even snijden. Daar heb ik er twee. Nee, hij zit nu bijna. Nee hoor. Kijk maar. Zie je? We hebben er twee. Perfect. En Sarai is er gezellig. En, oh zo, wow, tegenlicht. Kindjes zijn lekker in de tuin aan het spelen. En Sarai gaat zo weer. En dan gaan we lekker op berenjacht. En het is zulk lekker weer. Veel lekkerder dan voorspeld was. Dus ik heb er echt helemaal zin in. Op berenjacht! Ja, jullie zijn team... Team Rocket! Oh, Team Rocket! Nou, let's go! Nou, dit is zo'n verschrikkelijk geslaagde dag. Het is zulk lekker weer. Niet warm, niet koud. Het is gewoon perfect ertussenin. Die meiden waren zo moe van het lopen. Dat we wel even in de speeltuin moesten uitrusten. Want dat is inhoud dat ze al hun energie hier eruit gooien. Maar goed, ik zit heerlijk tevreden op mijn schommeltje. Ik vind het wel lekker. Een beetje heen en weer zo bengelen. En echt, oh die zon. Misschien krijg ik eigenlijk een beetje kleur in mijn gezicht en dat die slechte plek allemaal uitdrogen. Dus it's perfect. Laat eens zien, hoe ver zijn jullie? Nog één rij! Nog zes beren? Vinden jullie het leuk? Ja. Gelukkig. Ik weet zeker dat Sarai er trots op ons gaat zijn. Ja, ik ben ook trots op jullie. Jullie zijn het goed aan het doen. Van, we hebben zo lang gelopen, maar ze hebben de kaart vol. Shaina is gelijk opgehaald, want Sarai kwam gelijk aan toen wij eigenlijk ook aankwamen. Dus we hebben heel veel op straat nog staan praten, maar daarna is Shaina gelijk meegaan. Sarah is met de andere buurmeisje nu buiten aan het spelen. En ik ga even een welverdiende thee zetten en even heel weinig doen.
daar ben ik aan toe. Ik ben echt kapot ervan. Want echt met kinderen, je bent alle kanten op. Maar het is echt, echt leuk. Als je het niet gedaan hebt, het is echt een aanrader met de kinderen. Zo grappig. Het was vandaag zulk lekker weer. En morgen wordt het nog de lekkerste dag van de week. Dus daar heb ik zo verschrikkelijk veel zin in. Dat ik echt zoiets heb van, ik wil gewoon vroeg naar bed gaan eigenlijk vandaag. Want dan heb ik er gewoon morgen een stuk meer aan. Maar ja, tegelijkertijd heb ik dan ook weer zoiets wel wat dingen doen. Nou heb ik wel morgen een nuttige dag voor mezelf ingepland. Dus dat gaat in nou, dat we niet alleen gaan zondag, maar ik ga natuurlijk opruimen in de tuin. Dus ja, ik weet nog niet of ik wat ik ga doen. Of ik ga me nuttig maken of ik ga gewoon even tv kijken. En verder niks. Die vlog staat in ieder geval te uploaden. Dus dat is af. Ik weet het niet. Ik had geen zin meer om veel te doen. Maar toen dacht ik, ik vond het eigenlijk best wel grappig. Dus ik ben weer aan een kleurplaat begonnen. En echt grappig, dit is zo niet mijn ding normaal. Maar ik weet niet. Misschien een beetje de verveling of zo. Ga je er dingen van doen. En ik vind het voor nu best wel rustgevend. Dus ik heb dat hele stuk al gekleurd. Ik heb ondertussen een beetje met mensen zitten bellen en zo. En noem maar op. En ondertussen een beetje tv gekeken. En ja. Zo kom ik de avond wel door. En ik wil toch wel een beetje bij tijd naar bed. En morgen echt doen wat ik moet doen. Dus oké, dit werkt niet. Want ik ga nu, doe ik het niet, kijk. Nu doe ik het hier niet meer zo. Nee, ja, ik weet niet of het ziet in dit licht, maar als ik het vlog, dan gaat het op de een of andere manier niet meer zo netjes. En het moet wel, als ik het doe, dan moet het wel goed gaan. Die witte stukjes, dat vind ik zo vervelend. Het moet gewoon netjes geruld zijn. Nou, het heeft best wel iets verslavend, zeg maar. Want ik denk, ik doe een heel klein stukje en ik heb hem echt voor het grootste gedeelte af. En ik vind het helemaal leuk. Dat had ik nooit zien aankomen. Maar ondertussen is het wel echt tijd om naar bed te gaan. Dus ik weet niet wat het is met die staartjes. Moet ik zitten op de ruimte te spelen. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren. Een duimpje achter te laten. En een leuke reactie. Vind ik helemaal leuk. En dan hoop ik je morgen weer te zien. Doei doei.